Wat heb je nodig om de kraan van de waterleiding te vervangen? Een emmer en een waterpomptang. Als de watermeter buiten het huis is geplaatst, kun je de hoofdkraan en de waterleidingkranen vaak in de kelder terugvinden. Hier draai je de hoofdkraan dicht, waarmee het water in het huis is afgesloten. In dit geval gaan we het kraantje van de waterleiding vervangen omdat deze lekt. Laat eerst de leidingen leeglopen door de ontluchtingskraan open te draaien onder de hoofdkraan en onder de waterleidingkraan. Als deze leeg zijn, kun je het kraantje gaan vervangen. Draai eerst het ontluchtingskraantje onder de kraan van de waterleiding los, zodat je beter bij de waterleidingkraan kunt komen. Gebruik een waterpomptang om het kraantje los te draaien. Daarna kun je hem eraf draaien. Als deze is verwijderd, kun je de nieuwe kraan weer opdraaien. Gebruik de waterpomptang om het kraantje goed aan te draaien. Nu kun je ook het ontluchtingskraantje weer vastdraaien. Sluit alle ontluchtingskraantjes zodat de hoofdkraan weer open kan en alle leidingen zich kunnen vullen met water. Als laatste open je nu ook het nieuwe kraantje. Als de kraan nu nog lekt, kun je met de tang de moer aandraaien onder de draaiknop van het kraantje. Nu heb je geen lekkende kraan meer en verlies je niet onnodig water.